Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Haal je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Gevoelsmatige betrekkingen tussen mensen in organisaties zijn kwetsbaar. Sympathie of antipathie? Teamgeest en loyaliteit geven de aard weer van de relaties en de mogelijke conflicten die daarbij kunnen optreden. Leidinggevenden vervullen een belangrijke rol in het scheppen van een klimaat waar dit soort conflicten gemakkelijk op tafel kunnen komen in het belang van een goed werkende organisatie. Openheid, acceptatie, bijsturing van eigen gedrag, het leren hanteren en uiten van sympathie en antipathie vormen hierbij de trefwoorden. Het grootste gevaar voor een leidinggevende bij dit type conflicten is het te onderschatten. Iedereen communiceert met elkaar. Meestal communiceer je op een normale manier met andere mensen. Maar soms kan een normale communicatie veranderen in een diepgaande ruzie. Dit noem je escalatie van communicatie. De communicatie kan om verschillende redenen escaleren. Verschil van mening, bezwaren en weerstanden. Klachten, conflicten en fetes Andere kenmerken van ontlopen als conflicthanteringsstijl zijn Dat men niet tot een echte beslissing kan komen Dat mensen functioneren in een klimaat van lief zijn voor elkaar In de situatie van Mark en Ruud trekt Mark zich terug en schikt in om de lieve vrede te bewaren Zou dat elke keer gebeuren en zou Ruud dat ook elke keer doen... Dan zou er een klimaat van lief zijn voor elkaar heersen. Meestal levert dit wel op dat er onderhuid een gevoel van onvrede groeit. Er hangt een sfeer van onnatuurlijke welwillendheid. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl